Ik ben Bo, dit is Luke. En wij maken Veenprint. Dit zijn twee van de beelden die we in China van de snub-nosed monkey hebben geschoten toen we daar op avontuur waren. In dit filmpje laten we zien hoe we de beelden gebruiken om tot ons uiteindelijke print te komen. Een techniek die we hebben ontwikkeld is om hem op 20% uit te printen, zodat je die makkelijk kan overtrekken en een lijntekening kan maken. Om te zorgen dat de print goed lopend is, maken we meestal eerst een schets op papier. Daarvoor gebruiken we een vierkantje en de volgende techniek. Eerst vouw je het vierkantje dubbel en ook nog eens aan de andere kant. Zo ontstaan er vier gelijke blokjes. Dan vouw je alle kanten nog eens naar het midden. Zo verdeel je het hele vierkant in allemaal kleine vierkantjes. Op het moment dat ik dan de twee zijden naar elkaar toe vouw en ik teken daar bijvoorbeeld een cirkeltje en dan vouw ik open, dan kan ik goed zien waar de loop begint en waar die eindigt. Dan kan ik ook aan de andere kant zo. En bijvoorbeeld ook in de hoeken. Hier zie je de schets van de snub-nosed monkey print en als ik deze dan vouw, dan kun je zien dat hij hier aan elkaar sluit. Op het moment dat we hem inscannen, dan zorgen we dat we op de computer hem digitaal alles super strak nalopen, zodat je echt geen lijntjes meer kan zien. Om te kunnen checken of de print mooi loopt, heb ik een kleine setup gemaakt hier met de PSD links met al onze lagen en rechts nog een PSD, maar dan heb ik vier keer deze PSD ingeladen als relinked files. En wat het inhoudt is als ik hier in deze PSD bijvoorbeeld een nieuwe laag aanmaak en laten we zeggen ik teken daar iets in en ik save deze, dan wordt die automatisch geüpdate in deze en kan ik hem zien hoe die als repetitie in bijvoorbeeld behang of als stof eruit komt te zien. Dit is de uiteindelijke PSD die wij gemaakt hebben. Ik zal even laten zien uit welke lagen deze bestaat. Ik zal eerst even alles uitzetten. En dan begin ik met bijvoorbeeld de outlines van de bergen en van de bomen. De outlines van de apen ingekleurd. En dan hebben we nog een aantal lagen met kleuren en shading. Ik zal bijvoorbeeld de shading van de wolken, de bomen, de bomen shade en de bergen. En dan heb ik nog een kleine color grade gedaan. Al deze kleuren hebben verschillende lagen, zodat we heel snel een tweede colorway kunnen maken. De snub-nosed monkey print is af en binnenkort verkrijgbaar op onze website, samen met nog 40 van onze andere prints. Wil je nog iets anders weten of heb je een vraag? Stel die dan hier in de comment sectie of stuur die via een berichtje. Je kunt ons ook volgen via Instagram of Facebook. En alles wat wij hebben staat ook samengevat op onze website en dat is www.veenprints.com. Hartstikke mooi! Nou. Lunchje! Tot eten!